weg niet. Er is er één. Oh, wat de hel. Minis, minis. Settings. Dit zijn mijn graphics settings. En dit zijn mijn sensitivity settings. En ik hoor iemand. Waarom is je cursor geel als je de Reaper pickaxe gebruikt? Ja, dat lijkt zo. Maar dat is eigenlijk, kijk, al zet ik hem nu op de muur, is hij geel. Al haal ik hem van de muur af, is hij gewoon wit. Dus, vandaar. We zitten in hetzelfde potje. Oh, lekker, Poke. Misschien kom ik er nog wel tegen. Maar hoe heet je in, hoe heet je in game? Misschien, zie ik je in de killfeed voorbij komen dan. Thanks, no name IG. Thanks, Milan, thanks. Voeg je mensen toe? Alleen als ik met ze speel eigenlijk. Voor de rest niet echt, want anders krijg ik een bomvolle vriendenlijst. Thanks, Brandon. Yo, what up, JGL Gaming. Welkom bij de stream, man. Voor de mensen die nieuw zijn met de stream, vergeet even niet te liken en te abonneren. Dat zouden we erg waarderen, man. Want we zitten nu, we hebben net de 8000 subs gehaald, dus we zijn alweer rood voor de 9k nu. Gaat echt lekker. Welke service speel je? Ik koop gewoon de Europese servers. Zal ik zo eens voor de lol NA servers gaan spelen? Ik kan zo wel voor de lol NA servers gaan spelen. Oh shit, hij heeft een double barrel. Niet in mijn rug worden gesniped. Dankjewel. Nice. Hij is zichzelf opgeblazen. Hop hop. Yo, what up? Welkom back, MN for life. Hoe switch je van pickaxe? Ik heb geen in-game. Oh, ik gebruik gewoon mijn hotkey. Ik ga bijvoorbeeld 1 is bij mij pickaxe, 2 wapen, 3, 4, 5, 6, zo enzovoort. Weet je wel. Ik druk gewoon op mijn cijfertjes. Ja.
loot. Ja, Dax open. Maar die niet. Yo, what up, Niels, welkom bij de stream, man. Ik moet nog 50 feedbacks voor je pickaxe. Ah, rip. Weet je eigenlijk, hè? Ik weet niet of je Save the World hebt, maar wat je dan kan doen. Je hebt bij Save the World heb je van die daily challenges. En bij sommige daily challenges kan je dan 50 feedbacks krijgen. Dan moet je bijvoorbeeld 200 zombies killen of zo. En dan krijg je 50 feedbacks. Dat is best handig. Hey, shoot. Yes. Die had ik wel nodig. Yo, what up, Q-Track YouTube. Welkom bij de stream. Yo, what up, Daniel. Welkom bij de stream. Jij hebt dat geluk altijd in nieuws. Ik weet niet meer bij wat het was, maar ik had ook zoiets dat ik echt een paar V-bucks tekort kwam. Volgens mij was het voor deze skin. Toen moest ik even Save the World spelen. Oh, je hebt gesaved World, dat is wel rip, ja. Ja, wat je dan kan doen, challenges doen voor V-bucks uit de Battle Pass. Dat kan ook nog. Game Freak NL. Nee, de bot staat niet aan. Want alleen Guus kan die aanzetten vanuit zijn computer. Alleen Guus die is in Parijs nu. Die is morgenavond pas terug ofzo. Dus we moeten het eventjes zonder de bot doen. Hè? Er staat hier iemand beneden volgens mij naar boven te schieten op de berg. Maar ik zie daar ook niemand staan. Maar, oh, wacht even. Nee, er staat iemand gewoon vanaf de berg op de zombies te schieten. Oh. Dat kan ook. Oh, ik word gesniped. Dat is niet zo leuk. Dit ventje zoeken. Het zou best kunnen dat hij daarin is gegaan. Ik denk het wel. Dat hij gewoon weg van de berg af is gesprongen. Nou, 23 damage dan. Had hij gewoon vluchten? Yep. Dat is niet leuk. Gaan we wel achterna. Wil je duwen of niet? Want ik ben hard aan het poppen vandaag. Ik zou eigenlijk ook al duwen met Anko gaan. Maar daarna kunnen we wel eventjes duwen. Dus. Want ik ga toch nog ik ga echt nog lekker lang live vandaag. Dus. Ik kan sowieso even meedoen. Dan gaan we even duwen knallen, ja. Wacht, zal ik die guy achter me pakken? Ik pak die wel gewoon. Even kijken waar die is. Oh, ik zie die zombie al daarheen rennen. Ja, hij zie je zo. Het is een default. Oh, ik heb echt horen, man. Nee. Oh, verdomme. Ik had mijn RPG niet gereload. Oh, bloem. Nee, geen shoot, geen trash. Oké, dankjewel. Is die andere? Die is doodgaan door zombies volgens mij. Oh, dat is wel raar.
is die boxes van het bouwen zijn zo kut soms. Is een guy, ouwe. Ik ga ze in zijn quad landen. Ik ga in zijn quad landen. Oh, dat werkt niet. Is het een... Oh, what the hell. Minis. RPG is echt veel te sterk. Oeh, maar ik heb ze wel. Oké, even snel deze medkit innemen. Heb je een delay op je stream? Ja, volgens mij is het wel 15 seconden of zo, de delay. Maar het is niet heel veel. Oh, minis. Wat zijn er 10? Nice. Oh. Rennen. Nee. 1 HP. Ik heb 1. Oh, dit is echt kloten. Oké, wie in de chat kan hier niet tegen? Want dan ga ik het even fixen. Want ik heb ook geen campfire of zo. Dat is ook rip. Yo, what up, Stijn. Welkom bij de stream. Welke mic heb je? Trust GXT 252. Zo'n chille mic. Alleen ik moet nog eventjes een arm halen. Je hebt dezelfde loot bij het vorige potje, echt? Ja, alleen toen had ik een heavy sniper volgens mij, toch? Op het einde had ik mijn sniper gedropt. Oh ja. Ik had inderdaad dezelfde loot, ja. Oh, dat is... Oh ja, lol. Ik kan niet tegen Ree. Oké, wacht. Dan moet ik het even fixen eigenlijk, hè? Ik ga wel even die zombies hier killen. Misschien krijg ik een medkit of zo. Of een slurp. Ik wil liever een slurp eigenlijk. Geen ding gekregen. Oh. Shit. Zou je zien, schiet hij. Maar dit is een andere guy. Denk ik. Hij zit toch niet safe. You can come to papa. Eigenlijk wel snipen nodig, dit soort dingen. Maar niet te lang pieken. I want this kill, dude. Hey. Oh, ik kan hier nu niet in. Maakt niet uit. Oh, baby. Go in there, zombies. Oh.
Hij heeft veel gebouwd. Gewoon heel veel die RPG gebruiken, dat ding is zo... Oh, kijk, ik heb een sleutel voor die 1 AP. Oké, let's go. Ons reloaden. Ik ga die RPG wel even droppen. Oh, wat? Waarom heb ik dat? 7 damage, ik doe zo weinig. Ik doe zo weinig damage. Oeh, chip, wacht, wait a minute. Nu niet meer, omdat jullie RPG... Ja, ik ga die RPG gelijk... heb ik wel lekker gedrukt. Dat ik mezelf straks kills, hè. Oh, hij sprong net. Ik zit safe, maar ik zit heel kut safe. Al die zombies zitten bij mij. Ik denk dat deze kijken omdat het leak is. En nu weer terug. Zo, de timing. Dat was Spook! Dat was... Dat was hem! Dat was hem! Lol. Nee, joh. Dat was hem gewoon. In de laatste 1v1 ook nog. Ah, GG, man. GG. Bye.